Ready? Ja. Hallo lieve mensen. In het experiment van deze week ga je kijken wat er gebeurt als je allemaal verschillende manieren probeert om je tanden witter te krijgen. Van de raarste dingen die ik op internet zie en lees, tot zwarte tandpasta, tot aan strips voor je tanden. Ik ga alles proberen. Jullie hebben al heel vaak aangevraagd, dit gebeurt er als je een week je tanden niet poetst. Maar dat lijkt me echt geen slim idee. Tandenpoetsen is belangrijk, mensen. Mijn partner voor deze video is Ecodenta, een natuurlijk tandpasta-merk. Ze zijn ook nog eens vegan uit Litouwen. Ze zijn ontzettend aan het doorbreken in Nederland. Ze maken gebruik van biologisch geteelde kruiden. Ik ben heel trots op de samenwerking. Hier vertel ik later meer over. Volgens mij is het tijd om aan de slag te gaan. Let's go! Oké, ik ben dus aan het googlen naar allemaal manieren om met huistuin- en keukenmiddeltjes je tanden witter te maken. En ik vind echt zulke bizarre dingen echt lijp. Mensen proberen echt van alles. Ze zijn echt gewoon knettergek. Wacht, ik ben nu natuurlijk ook één van die mensen. Want ik ga dit ook proberen. Ik moet zeggen, ik vind mijn eigen tanden wel oké. Ze zijn redelijk wit. Wel mijn hoektanden een beetje gelig. Dus ik zou het op zich wel tof vinden om iets wittere tanden te krijgen. Oké. Okay. Ik drink denk ik zo'n 900 koffie per dag. Dus ik ben ook wel benieuwd naar hoe het zou mij helpen. Zie je er prima uit. Oké, het allereerste wat we gaan proberen is kurkuma. Nou, dat staat gewoon in mijn keukenkastje. Dat is lekker makkelijk. En kurkuma wordt gebruikt om je tanden te bleken en het is ook goed voor je tandvlees. Dat zijn wel positieve dingen, denk ik. Laten we dit goed aanpakken. Op naar het lab. Zo. Hallo. Welkom in ons super wetenschappelijke ondergrondse lab. Mondverzorgingslab. Oké, we gaan serieuze experimenten doen. Ja. Kurkuma om je tanden te bleken. Ja. Kurkuma. Is het een geval dat je don't try this at home, kids? Ja, dat denk ik wel. Wij hebben hier speciaal een lab voor laten bouwen. Ja. Daar hebben we tijd en energie in gestoken. Beste experts op aarde bijgehaald. Ja, professionals. Wij doen dit, zodat jullie het niet hoeven te doen. Super wetenschappelijk potje kurkuma. Komt niet uit de supermarkt. Kan je niet krijgen dit. Ik heb een experiment voorbereid. Hm? Ik weet hoe wij optimaal tandenbleekresultaat gaan behalen. Ben jij er klaar voor? Nee. Ik vind het nu al eng. En hier krijg ik dus hele witte tanden door. Super witte tanden gaan we krijgen. Oké, okay, here we go. Ready? Ja. Door dat geel lijken je tanden wel meteen een stuk witte. Sorry, toch? Denk het. We gaan nu maandenlang gaan we data crunchen. We gaan al onze machines aan het werk zetten om zorgen dat we hier de beste optimale resultaten uit kunnen halen. Ja. Maar wat is jouw eerste bevinding? Mijn eerste bevinding is dat witte tanden naar curry smaken. Ik denk dat het tijd is voor voor- en na-foto's. Oké. Okay. Wacht even, Bowie. Dit is normaal, we zijn aan het filmen. Als je al je licht geknipt hebt, moet je je bek houden. Nee, dit is het tegenovergestelde van je bek houden. Anyway, you were saying. Oké, ik lees op een website. Een interessant idee voor chocoladeliefhebbers. Donkere pure chocolade werkt goed als gebitsbleekmiddel. Er zit veel theobromine in. Nailed it. Een stof die zorgt voor een harder en witter tandoppervlak. Nou, laat dat nou eens een testie van mij zijn. De kat hoeft niet overal in beeld, Max. Ik nou. Maar staat er ook iets op die site over hoe wat en dosering en zo? Nee, gewoon chocolade chappen. Nul. Het is niet alsof het mogelijk is om te witte tanden te krijgen. Nou, hoewel dit natuurlijk sowieso de lekkerste manier is om je tanden te bleken, denk ik niet echt dat het werkt. Gokje, zie hier het resultaat. Oké, vandaag steppen we onze game up. Yo. Ja, want we gaan tandpasta proberen. Hele. Klinkt niet meteen als
Hoe wil ik witte tanden? Hier is een revolutionair idee. Probeer tandpasta. Nee, we gaan niet zomaar tandpasta proberen. Een hele bijzondere namelijk, van Ecodenta. Ecodenta is, zoals ik net al een beetje zei, een heel tof merk uit Litouwen. Ze doen alles echt op hun eigen, ludieke, bijzondere manier. Ja, volgens mij wat zij willen doen is mondverzorging zo natuurlijk mogelijk maken weer. Dus, ja. Dus zo min mogelijk chemicaliën, maar wel het beste van wat er nu in de wetenschap is. Dat is een beetje hun idee. Ja, precies. Ze maken dus echt allemaal hele bijzondere tandpasta's. Bijvoorbeeld deze met kokosnoot en met meloensmaak. Echt te gek. Heb je gewoon iedere avond ander smaakje. Nou, hun meest bijzondere product is denk ik wel deze. Daar zit namelijk houtskool in. Houtskool. Kom maar even met je hand, Max. Dat is zwart. Heftig. Ik mag het niet doorslikken. Kinda cool. Dit is lachen voor Halloween. Eee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 e
allemaal mondwater. En dat is ook met houtkool. En dat is ook goed voor je tanden. En dat, het is goed voor je tanden en ze worden er witter van. Dus dat lijkt me een benefit. Ik ga het even uitspoelen. Ja, dankjewel. Oké, ik kan het maar doen. Wat denk ik wel goed om te weten is dat hier geen fluoride in zit. Hier wel, dus gebruik het altijd samen. En als je een tandpasta zonder fluoride wil gebruiken, overleg dan ook eventjes met je tandpasta. Wacht even. Zeg ik nou tandpasta? Ik wil gewoon zeker weten dat ik de juiste keuze maak. Er komt zoveel op me af. Wat denk jij? Dank je. Ik vind het echt fijn dat er iemand is die zo goed naar me luistert. Ik bedoel natuurlijk tandarts. Ik gebruik zelf al tijden eigenlijk tandpasta zonder fluoride. En bij mij gaat dat prima volgens mij. Maar weet dat in ieder geval. Fluoride, belangrijk en zo. Oké jongens, daar gaat hij dan. De eerste keer dat ik tandenpoetsen spannend vind. Maar echt pikzwart is het, hè? Dit is niet bijna of zo. Alright. Oh. Goed doe je. Weet je niet hoe je moet tandenpoetsen? No. Heb je dat? Baby, I'm flying. Maar moet je dan zo doen, toch? Oké, ik vond het in ieder geval echt super lekker fris. Wat je niet verwacht bij zwarte tandpasta. Het voelt wel alsof mijn hele gebit met munt is gezandstraald of zo. Het is wel echt super fris. Dit werkt dus bijzonder, hè? Ja. Dan moet je in knijpen. En dan een slokje. Ja. Niet doorslikken. Ik kan zo direct aan de ding denken. Give me a shot, bro. Mm-hmm. Ah, fris. Geil. Nare product placement, maar het is echt, er is niks chemisch aan ofzo. Nee. Het is gewoon lekker. Het is echt die munt denk ik die het gewoon heel fris maakt. Kopmunt. Het experiment van vandaag. We gaan proberen om onze tanden te bleken met een bananenschil. Dit heb ik gezien in een video van Galileo. En je moet dus die banaan over je tanden wrijven. Dan napoetsen, gewoon met tandpasta. En dan zou je wittere tanden hebben. Nou, sorry. Ik heb er een hard hoofd in. Maar, nou ja. Wat wil je, wat denk jij ervan, Furbs? Godverdomme. Luna is al een beetje oud. Oké, ik ga mijn tanden poetsen. Tanden gepoetst. Tada! Oké. Vandaag lees ik dus de tip over waterstofperoxide. Daar moet je dus je mond mee spoelen. En dan bleekt het je tanden, net als dat het natuurlijk gewoon überhaupt dingen bleekt. Dus op zich klinkt het logisch, maar sorry, maar mij klinkt het echt gevaarlijk in de oren. Nu heb ik een vriendin, Jules,
En die is standaard. Dus ik ga haar eventjes facetimen, want dit kan niet best zijn. Hallo Jules! Hallo! Hey, is het gevaarlijk om te gorgelen met waterstofperoxide? Nou, dat ga ik je vertellen. Het gebruik ervan is niet per se slecht. Maar de oplossingen die vrij verkrijgbaar zijn, die werken gewoon simpelweg niet. En geven mogelijk ook irritatie aan je tandvlees of slijmvliezen. Als je het lang genoeg gebruikt. Dus als je echt fatsoenlijk wilt bleken, moet je mij bellen. Hey. Nou, dat is duidelijk. Dat gaan we dus niet doen. Niet doen. Wat ik ga proberen zijn deze Crest White Trips. Die heb ik in New York gekocht. En die heb ik ook al gebruikt toen ik in New York woonde. Vooral het proces vind ik echt niet echt een succes. Want je moet het dus op je tanden plakken. Het zijn een soort van stickers. Daar moet je dan een half uur mee rondlopen, geloof ik. Maar dat zit niet. En het glijdt van je tanden af. En ja, het is echt heel raar spul. Dat er gewoon niet is aan gewijd. Een soort kwijlen. Gaffa. Ik heb weinig vertrouwen hierin qua safety. Ik denk dat je heel erg moet oppassen met wat je op je tanden smeert. Aan de andere kant, dit is gewoon in de supermarkt en in de gewone drogist verkrijgbaar. Dus dan zou je denken, zo heftig kan het niet zijn. Al met al is het, ja, niet echt een aanrader. Oké, een nieuwe dag, nieuwe kansen. En vandaag gaan we proberen aloe vera. Die hebben we. Hier. Hier? Er wordt gezegd, aloe vera wordt beschouwd als effectief middel voor wittere tanden. Het werkt, het bestrijdt ontstekingsbacteriën, werkt reinigend. Gebruik een mengsel van aloe vera met plantaardige glycerine. Maak daar een pasta van. God, nou sorry. We zouden een grapje, maar die is echt. Wat doe je ook? Niet, oh. Wat doe je? Je moet het niet zo eten, lijpo. Oh, is aloe vera giftig? Aloe vera is niet giftig. Het heeft wel een licht laxerende werking. Veel plezier op het toilet. Jongens, ik doe hier geen voor- en na-foto bij, want dit slaat natuurlijk ook weer helemaal nergens op. Nou, we hebben natuurlijk van alles geprobeerd. Sommige serieuzer dan andere. Niets van wat we hebben geprobeerd was echt schadelijk. Dus in principe zou je alles zelf ook thuis kunnen proberen. Al raad ik het misschien niet aan om elke dag 50 kilo pure chocola te eten. Of je tanden witter worden van al die lijpe middeltjes? Ja, dat is nog maar de vraag. Ik vond in ieder geval wel de Ecodenta houtkoolproducten super fijn. Heel erg lekker fris. Die kun je ook gewoon elke dag in principe gebruiken. En waarschijnlijk is het effect dan ook nog eens veel meer. Wat? Mensen poetsen iedere dag hun tanden? Probeer het zelf. Je kunt het gewoon kopen bij de Holland & Barrett of bij de Ethos. Whatever in jouw buurt is. Ik ben in ieder geval benieuwd wat jij gaat proberen, wat je al hebt geprobeerd. Laat het me weten in de comments. Zie ik je volgende week weer. Doei!